en de techniek daarna. En dan zit hij daarna alsnog in. En Eerthuizen scoort. Weer een corner. Nou, ik zei het al, Telstar goed met corners voor. Minder goed als ze een corner tegenkrijgen. Oeh, Muren, heel makkelijk. Te makkelijk in het duel met Van der Meulen. Heeft Van Miegem voor het doel. Muren kan ook zelf. Oh, dat doet hij schitterend. Dat is prachtig gedaan. Voor nummer 20 van het seizoen, Robert Muren. Die is sterk. Muren. Muren, nog steeds. Legt de bal terug. Weg komt het zeepaard. Nou, Walid Ulcik. Komt hier de goal aan voor Volendam. Hij doet het. 0-1. Ja, eigenlijk uit het niets. Golft het lekker op en neer. Muren, per toeval, Douiri, 1-0 Volendam. Het geluk van een kampioen misschien wel. Want hoe deze treffer tot stand komt, dat oefen je niet op de training. Muren vanaf 11 meter. Je zou zeggen een zekerheidje. Ja, zelfs op zo'n avond voor Volendam is dat dan een zekerheidje. Volendam scoort. Corner zal genomen, is voorgebracht en van richting veranderd valt hij erin. En daar is de 2-4. Een beetje mazzel, maar Volendam dwingt dit dan zelf wel af. James. Goeie solo van James en een buiken voorzet en wat een mooie goal van Van Miegem. Volendam doet eindelijk iets terug en is een schitterend doelpunt. Hier is Deul voor ongetwijfeld de laatste aanval van deze wedstrijd. Van Miegem. Nog een keertje. Oh, dat is hem! Dat is hem gewoon! Mirani maakt hem! Damon Mirani! Wat een wending! De blessuretijd zat er zo goed als op. Maar daar is Damon Mirani. En kijk wat dat doet met Volendam en zijn supporters. Ulcik waagt het er maar een keer op en die bal vliegt er zo in, zeg.
Daar verkijkt Maxime de Lange zich op het schot van Bilal Olcik. Corner voor Darryl van Mieghem. Goeie bal binnengewerkt. En Muren scoort voor het eerst op de hetgang. In zijn 200ste keukenkampioen de wedstrijd. Keukenkampioen divisiewedstrijd. En er komt wat los. Muren is er voorbij. Bij Van der Pavert. En kan zelf gaan schieten. Muren! 1-0 Volendam. En nummer 25. En voor het fenomeen in het andere oranje. Met Korte, die op het kunstgras zat, maar inmiddels weer op is gestaan. Voelt Cheek. En Muren schampt hem. En uiteindelijk gaat hij erin via Van Mieghem. Hij scoort tegen zijn oude club. Antonucci kan het af gaan maken met Kaars. Kan het af gaan maken met Blommestein. En dat doet hij ook. Schoenbejongen, wat een goal zeg. Zijn derde invalbeurt van dit seizoen. En dat bekroont hier Koen Blommestein met zijn allereerste doelpunt in de keukenkampioen-divisie. Dat mag wel even gevierd worden. En hij is niet de enige die meeviert. Van Mieghem sprint het veld op. Werkelijk, de hele bank is al aan de overkant van het veld. Muren maakt zijn belofte waar. We gaan knallen en 3 punten pakken tegen de Graafschap. 5 keer raak. Hoe gaat het nu voor Robert Muren? Het is 1-1. Voorzet van Mieghem bij de eerste paal, de goal. Orestanio. Heel knap afgemaakt door de Italiaan. En voor het eerst vanmiddag staat Volendam op voorsprong. Bilal Olcik. Langs Juri Baas, ook langs Moussampa. Hier valt het te halen. En daar is hij. Muren. Geweldige actie van Bilal Olcik. Van Mieghem. Bal nog lang onderweg. Van der Steen zat het helemaal verkeerd in. En dan staat Volendam met 1-0 voor. Keepersfout. Geprofiteerd door Flint. Hurken. Even voor de goal en Muren drukt af, zo is het 2-0. En komt Volendam al in de eerste helft heel dicht bij promotie. Zijn 28ste. Goeie bal. Van Mieghem moet scoren eigenlijk. Van Mieghem. En dat doet hij. Volendam terug in de wedstrijd. 8 minuten voor rust. Keeper uit positie. En van de lijn gehaald. Volgens mij door Casamirio. En of die bal in zijn geheel over de doellijn is, is niet te zien. De videoscheidsrechter is wel aan het kijken natuurlijk. Doelpunt, zegt Kooi. Dus de bal was wel in zijn geheel over de doellijn. Het staat 2-2. Daar
gaat Van Michem. Goede controle. Silas is uit positie en Darryl Van Michem zet Volendam op voorsprong. James. Voordeel. Als Merkin de bal oppikt, Van Michem zichzelf in gang trekt. Van Michem glipt er langs. Van Michem! En nu gaat hij erin! Door die 17-jarige Lequincio Zeefuik. Niet Muren, niet Veerman, maar een piepjonge man die Volendam in vuur en vlam zet. Stapt hij straks van het veld en dan... Oeh, daar is Veerman en daar is de goal voor Volendam. Prachtige goal van Henk Veerman. En nu, dat is een, wilde ik zeggen, 100% kans. Martens ziet toe hoe hier de gelijkmaker binnenvalt. Heeft hij prima het voordeel gegeven. Eiting. Met de 1000ste voor Volendam in de Eredivisie. Deze dan? Ja, deze wel. Als hij tenminste niet wordt afgegeven, heeft hij dan toch zijn doelpunt te pakken. Weer slordig en weer komt er een kans aan voor Volendam. Muren nu, Muren en Scherpen. En dan gaat hij er alsnog in. Heeft Muren pijn? Weet niemand eigenlijk precies hoe die bal nou uiteindelijk het doel in ging. Maar staat Volendam met 1-0 voor. Zeefuik zit hier tussen, wat onzorgvuldig opgebouwd door Ajax. Zeefuik met grote passen. Zeefuik en ja, die gaat erin. Slippertje voor Pasveer. En zo heeft Volendam via Zeefuik in ieder geval de goal te pakken. Mirani. El Kadiri in het 16 meter gebied. Dan vrije kans om uit te halen. En zo maakt Volendam het wel degelijk nog even spannend. Eiting tegen Ajax. In zijn allereerste wedstrijd tegen de club waar hij de hele jeugdopleiding doorliep. Kolcik. Had een aardig schot. Deze is heel aardig. Het is 1-0 voor Volendam. Walid Olcik. De tweede helft is al veel beter van Volendam dan de eerste. Dat is ook niet zo moeilijk. Maar zij scoren wel. Sindsdien in de competitie geen wedstrijd meer gewonnen. Want Volendam draait niet lekker in de Eredivisie. Dit is wel een hele mooie aanval van de ploeg van Jong. Via Muren en Van Michem. Dan op zoek naar een snel herstel van die voorsprong. Dit is een aardige aanval. Het draaien van Muren, het schieten en het scoren. Volgende aanval. Weer Muren. El Kadiri. Prachtige goal. Nu valt hij wel. En mooi ook. En dan is het over met het verzet van Harkemaanse Boys. Muren. Lequincio Zeefuik en 1-4. Het gaat ineens hard. Hier is El Kadiri weer naar binnen toe. En deze ook mooi binnengeschoten. Niet zo fraai als zijn eerste treffer. De vrije trap. Dan alles en iedereen voorbij. En dan is hij binnen. En mag hij nu wel blijven staan, is de vraag. Dus hij juicht maar niet al te uitbundig. Muren. Maar zo loopt de aanval van Volendam door. Veerman kan scoren en doet dat. Dat heeft hij heel snel voor elkaar. Na 2 minuten en 14 seconden pakt hij zijn goal. En is Volendam helemaal terug in de wedstrijd.